Het is alweer even geleden, maar een tijdje geleden heb ik een video geplaatst over dat ik woningruil wilde doen. En ja, dat is toen niet zo goed afgelopen. Nou, mevrouw heeft het afgezegd, de verhuizing. En ik heb net een halve wc-rol weggehaald, dus... Het is gewoon echt een mindfuck dit. Dat is echt voor mij een klap geweest dat het niet doorging. En ja, wat heb ik nou eigenlijk in de tussentijd gedaan? Ja, ik heb nog steeds eigenlijk heel actief gezocht naar een andere woning. Ik heb me op allerlei woningsites aangemeld. Ja, ook wel wat verder weg om mijn kansen zeg maar te spreiden. En het is eigenlijk gewoon heel moeilijk om een geschikte woning te vinden. Dus ja, ik ben op een gegeven moment toch wel weer gaan kijken voor opnieuw woningruil. En toen heb ik best wel snel weer een persoon gevonden om mee te gaan ruilen. Goedemorgen. Nou, ik heb leuk nieuws. Ik ga zo naar de woning toe die ik heb bezichtigd. En we gaan de woningruilaanvraag invullen. Dus er is een match en ik ben echt heel blij. En de woning is ook echt heel mooi. Die lijkt op wat ik nu heb en is ook goed verzorgd. En hij staat dus in een dorp, dus ik ben heel erg blij. Ja, het is in één keer heel snel gegaan. Het is echt, ja, ik kan nog amper geloven. En natuurlijk moet alles wel weer opnieuw geregeld worden. Want ja, het is weer opnieuw natuurlijk een heel traject. Maar ja, ik heb zo'n vermoeden dat dit veel beter zal gaan dan het vorige. Ik heb hierbij ook nog geen onderbuikgevoel, dus de eerste indruk is helemaal in orde. Dus nou, ga ik zo lekker alles invullen samen en dan gaan we kijken. En we hadden allebei heel erg het vertrouwen van dat dit helemaal goed zou komen. En ik dacht ook van nou, zij is zo enthousiast. Ja, dat ja, geen twijfel mogelijk. Maar ja, helaas, ook dat is weer misgelopen. En ja, die woningcorporatie dacht van nou, leuk, bij een woningruil mogen we de huur gaan verhogen. Dus laten we die maar eens even fors verhogen. Met het resultaat dat ik dus die woning gewoon niet zou mogen huren. Dus het hele feest ging door. Ik was echt weer, ja, ik was eigenlijk gewoon weer helemaal kapot. Het was echt zo'n klap. Ik zag deze ook gewoon niet aankomen. Ik had echt gedacht van dat kan toch niet. Je kunt toch niet zomaar zo'n huur boven zo'n grens gooien, dan weet je toch dat het niet doorgaat. Dus ja, het resultaat is dat ik nu nog hier woon en die vrouw die zit gewoon nu te vereenzamen in dat huis, in dat dorp. En ja, ze betaalt nog steeds gewoon de huur van voorheen. Dus die woningcorporatie heeft geen eens voordeel hiervan. Ik moet zeggen dat dat dusdanig een teleurstelling was dat ik zoiets had van ja, ik doe gewoon nooit meer woningruil. Voor mij is het gewoon klaar en elke keer die procedures, elke keer dat wachten. Dus en ja, toen was op een gegeven moment zo, ik stond nog wel op een woningruil site. En er was iemand die op mijn woning had gereageerd. En nou, dat was voor mij geen geschikte partij, die woonde helemaal verderop in het land. Maar toen was ik op die site terechtgekomen om, nou ja, om te laten weten dat het voor mij niet een geschikte ruil was. En toen ging ik toch uit nieuwsgierigheid weer kijken wat dan het huidige aanbod was. En nu heb ik toch weer een kandidaat gevonden. En we hebben elkaars woning bekeken. En we zijn nu ook weer zover dat we willen ruilen. En het proces is ook weer in gang gezet. Dus binnenkort komt hier weer iemand voor de woninginspectie. En dat zal andersom ook weer moeten gebeuren. Maar ja, het is wel weer hetzelfde proces natuurlijk. Van wachten, onzekerheid. Ik heb nu wel echt zoiets van, ja, gaat dit dan wel door? Wat gaat er nu weer mis? En lastig vind ik ook, ik merk gewoon dat ik me toch weer heel erg aan het verheugen ben. En aan het hopen ben. Terwijl er gewoon, ja, het kan gewoon om wat voor reden ook weer niet doorgaan. Dus ja, ik zit ook best wel weer in spanning, onzekerheid. Ik voel me echt heel onrustig. Maar ja, als je het niet probeert, dan heb je het ook niet. Dus ja, dat is eventjes voor nu de update. Ja, ik ben nog niet aan het inpakken of zo. Ik heb nog wel allemaal ingepakte dozen staan hier en daar met spullen die ik niet zo snel nodig heb. Ik moet zeggen dat het hier in huis nu ook best wel aardig minimalistisch eruit ziet. Omdat ik gewoon heel veel spullen al heb ingepakt.
De muren zijn gewoon best wel kaal. Het is hier en daar ook wel ongezellig, vind ik. Dus ja, ik hoop echt dat dit doorgaat. En ja, dat ik straks weer in een leuk ingericht huis kan wonen. Ja, zoals jullie kunnen zien is deze wand best wel kaal. Voorheen was die echt wel leuk ingericht. Ik had daar een konijntje staan. Ik had meerdere dingen hier aan de wand. En ja, ook wat een en ander op dat kastje staan. Maar ja, de dingen zijn van de wand. Ik heb nu wel dit schilderij even neergezet, want die hing eigenlijk beneden. Maar daar heb ik nu een infrarood paneel staan, dus daar past die niet meer. Maar ja, het is dus een beetje kaal. We hebben natuurlijk nog wel de plant en daar stond ook nog van alles. Dus het is wel leeg. Aan de andere kant ook wel weer makkelijk als ik ga stofzuigen, dat ik daar gewoon allemaal bij kan. En hier in de hal boven heb ik alleen dat schilderij nog hangen. Die had ik oorspronkelijk wel ingepakt, maar toen de verhuizing niet doorging, heb ik hem toch maar weer uitgepakt en opgehangen. Want ja, het was hier heel erg kaal. Er hingen ook zeg maar daar planken aan de wand met van alles erop. Ik heb de gaten intussen ook gedicht. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon klaar voor de verhuizing. Hetzelfde geldt eigenlijk daar. Daar hingen ook twee planken. Daar had ik allemaal konijnenknuffels op staan. Die zijn eigenlijk allemaal ingepakt. En deze muur, die had ik dus zo mooi opgeknapt. En allemaal overal lijstjes. En hier een hele mooie houten plank. En deze gaten wil ik nog even vullen. Want ja, het ziet er niet mooi uit. En hier, ja, dit is gewoon verwoesting. Ja, het is gewoon bij dit huis, als je hier gaten boort, dan lijkt het wel alsof de muur helemaal leeg loopt. Dus ja, hier moet nog even... De pluggen moeten eruit en hij moet even gevuld worden. En hier in de hal ligt het vloerkleed wat in een woonkamer lag. Ja, het is een hartstikke mooi kleed om te zien. Maar ik moet zeggen, hij zit echt onder de pies van de konijnen. Het is gewoon niet meer wat het ooit geweest is. Dus deze moet ik nog even wegbrengen naar het afvalbrengstation. En hier in de woonkamer. Ja, hier lag dus het kleed. Het is wel even wennen dat het nu... Ja, dat het nu zeg maar kaal is. Maar ik moet zeggen dat het wel met de konijnen wat fijner is. En daar staat dus het infraroodpaneel in plaats van dat er nog schilderijen hangen. En het idee is ook dat hij uiteindelijk of aan het plafond komt of aan een muur bevestigt. En daarmee hoop ik dan ook stookkosten te besparen. Verder is dit gewoon best wel, ja, ik wou zeggen minimalistisch. Ik moet zeggen dat het ook best wel weer, ja, ook wel weer iets fijns heeft. En kijk, hier heb ik dan toch op één plek wat leuke dingen, zeg maar, op planken staan. Oh, wat vind jij er dan van, Sera? Wil jij graag verhuizen? Ja? Een mooi nieuw huisje voor jullie, hè? Kunnen jullie alles weer verslopen en fiets maken daar? Ja, als het doorgaat, hè? Wil je, denk je dat het doorgaat, Sera? Ja? Oké. En dan hebben we nog Fliepje, hè? Denk je dat het doorgaat, Fliepje? Ja. Moet wel deze keer, hè? 3 maal een scheepsrecht. Ja. Zo, ik heb goed nieuws. En dat is dat de woningcorporaties akkoord zijn gegaan met de woningruil. En nou, de woningen worden binnenkort geïnspecteerd voor een eindcontrole. En ja, dan mag ik binnenkort ook al het huurcontract gaan tekenen. Dus ja, dat is allemaal heel erg fijn. Ik heb nog wel zoiets van, voordat de contracten getekend zijn, ben ik nog wel een beetje... Nou ja, ik hou mijn blijdschap nog een beetje in. Maar ja, het zijn zeker hele goede tekenen. Ja, dan ga ik maar alvast wat pluggen uit de muren halen en wat gaten opvullen. Want ja, dat moet dan toch allemaal gaan gebeuren en ik wil het graag netjes achterlaten. Dus daar ga ik mee aan de slag nu. Nou, deze gaan niet zo makkelijk. Daar ga ik even een trucje voor gebruiken als het me lukt. Ik ga nou met deze schroef een stukje in het gat. En dan, als het goed is, kan ik het er dan aan trekken. Zodat de plug er alsnog uitgaat.
Nou, ik heb corona. Yay. Nou, dat kan ook nog wel bij. De wet van Murphy is duidelijk aan de gang. Gelukkig heb ik nog wel de afspraak met de opzichter hier gehad. En de andere afspraak met de opzichter in een andere woning, daar kon ik niet bij zijn. Maar dat is op zich niet erg. En dan hoop ik maar dat ik voor woensdag weer beter ben, want dan ga ik het huurcontract tekenen. Dus beterschap aan mij. Vandaag is de dag. Ja, ik ga straks het huurcontract tekenen. Ik ben gelukkig weer opgeknapt. Dus ik ben nog wel een beetje, ik ben nog wel snel geradbraakt en zo. Gewoon echt het revalidatiestuk van corona. Maar ik kan lekker op pad en tekenen, dus yay! Yay, ik heb getekend! Ja, ik ben zo blij. En vandaag tekent ook de andere mevrouw, dus als dat gebeurd is, dan is alles gewoon rond. En dan kan ik officieel gaan inpakken en alles gaan regelen. Dus yay, het heeft gewoon allemaal zo lang geduurd. De zoektocht naar een andere woning. Ik ben gewoon... Ja, het voelt nog wat onwerkelijk. Maar ja. En ik heb sinds vandaag weer mijn eerste kopje koffie sinds corona. Ik had daar toch echt, tijdens corona eigenlijk helemaal geen zin in. En daarna ook even nog niet. Ik was erg aan het bijdrinken. Ik was veel vocht verloren. Dus daar ga ik nu van genieten. Heerlijk.